avant la tech, on avait eu connaissance de certaines menaces relayées par la presse israélienne, par certains médias israéliens. Donc on avait connaissance de ces menaces et de l'intention d'arrêter par la force cette flottille. Mais c'est vrai qu'après coup, on n'aurait jamais pu imaginer que cette attaque aurait atteint un tel degré de violence. À l'encontre de civils humanitaires surtout. Donc l'attaque a eu lieu le 31 mai en pleine nuit. On a pu apercevoir sur les radars l'approche de bateaux militaires israéliens, qui étaient au nombre de deux dans un premier temps. Un hélicoptère qui faisait aussi du rodage autour de la flottille. Ensuite, ils sont arrivés à peu près une quinzaine de bateaux militaires et à peu près 3-4 hélicoptères qui sont arrivés vers 4 heures du matin en masse et qui ont dans un premier temps tiré à partir des bateaux sur le bateau turc et sur l'ensemble de la flottille. Avant même donc d'avoir pris l'assaut sur le bateau. Donc ensuite, il y a eu des bombes lacrymogènes qui ont été tirées, des bombes sonores. Il y a eu une première vague de blessés. Donc là, on se rend compte un petit peu de l'ampleur de l'attaque très rapidement. Donc c'est beaucoup de blessés, des blessures très graves. On ne réalise vraiment pas que c'est des impacts de vraies balles. Donc on a vraiment très... Enfin, Fatima et moi-même, on a eu vraiment très difficile à réaliser ce qui se passait sur le moment. Donc là, on voit des corps arriver. Ça a été vraiment une attaque vraiment d'une violence extrême. Hoe hebben jullie de aanval juist meegemaakt? Jullie boot is, er zijn ook soldaten op jullie bootje gekomen. Wat is er juist gebeurd? Ja, alle zes bootjes zijn aangevallen. Ons waren het denk ik minimum twee van die Zodiacs dat onze tegelijkertijd hebben geënterd. En dat was eigenlijk allemaal heel brusk. Ze hebben geriet met een soort van rubberen of plastic verfkogel in de neus geschoten omdat ze in de weg stond. De mensen zijn heel brusk aan de kant geduwd. Ze hebben een van de journalisten met een elektrische teaser geraakt op haar arm, waar ze heel misselijk van was, waar ze ziek is van geweest. Eigenlijk is alles redelijk snel gegaan. Ze hebben dan ruiten kapot geslagen, redelijk brusk op mensen gestapt. Gedreigd dat ze ons gingen neerschieten als ze niet aan de kant gingen. Mensen echt met hun gezicht in het glas geduwd. Mm-hmm. En dan daarna... hebben ze ons verzameld in de soort leefruimte van de boot eigenlijk. En daar hebben ze... dan missen we eigenlijk nog altijd twee passagiers. Dus eigenlijk was iedereen heel onrustig. Het feit dat je niet weet waar je medepassagiers zijn, terwijl je op het midden van de zee zit, is heel verontrustend. We wisten niet dat ze inderdaad gewoon apart waren gezet. Voor hetzelfde geld waren ze weggenomen, voor hetzelfde geld waren ze overboord gegaan. Dus eigenlijk waren we echt wel aan het ijveren om hen te zien. Uiteindelijk, want ze hebben even natuurlijk zeggen van ja, die zijn oké. We zijn er echt wel voor blijven ijveren om hen te zien. En uiteindelijk bleek dat twee van onze passagiers geboeid zaten vooraan aan het schip met een zak over hun hoofd. Blijkbaar, ja, waren misschien twee van de mensen die zich het verbaal het meest verzet hebben. Dus die ze echt wel de mond waren snoeren. Maar die zijn aan verloop van tijd wel terug met ons mee mogen komen. En waar zijn jullie daarna dan naartoe gebracht? Wat is er dan gebeurd? Dat was nog een redelijk lange rit, omdat Israël ons heeft aangevallen op internationale wateren. Hebben ze ons weggehaald. En dat heeft ongeveer 6 uur of zo geduurd. 4, 5 uur. Ja, dat heeft ons echt nog een lange rit tot Ashdod. En hoe werden jullie behandeld dan? Op de boot of eenmaal dat we in Israël waren? In het algemeen door Israël gewoon. Op de boot was het vooral veel zo met veel spot en heel, met veel neerbuiging eigenlijk. En dan wouden ze wel hun humane geleidheid te zien. Eenmaal dat we allemaal verenigd waren, hebben ze hun eigen videocamera boven gehaald. Dat duidelijk deel is van een Israëlisch propagandadiscours. En dan mochten we al een keer naar buiten gaan voor een sigaretje te roken, één per één wel. We mochten ook naar de wc gaan, maar dan moesten we met de deur wagenwijd open. Inderdaad. Het is echt allemaal wel dehumaniserend en kleinerend bedoeld. Dat was dubbelzinnig. Dan kwamen we in Ashdod toe en dan weigerden wij eigenlijk van het schip te gaan. Zeker zonder onze bagage.
Ze hebben dan de eerste, de journalisten en de oudere mensen, hebben ze rustig begeleid van de boot, maar de rest van ons hebben ze echt afgetrokken en gesleurd, ongeveer een zestal politieagenten en soldaten per persoon. En dat valt nu ook heel erg op, want je ziet inderdaad video's van waar de Challenger toekomt in Ajdod en je ziet enkel de eerste zes mensen die dat ze hoffelijk begeleiden van de boot, niet meer dat ze de 10 anderen echt van de boot gesleurd hebben. En nu, jullie hebben nog steeds jullie bagage niet? Ja, er is niks teruggekomen. Nee. En nu jullie in België zijn, hoe heeft België gereageerd daar? Want daar waren jullie helemaal niet blij mee. België heeft eigenlijk naar ons toe niks gereageerd van de mails die ik oorspronkelijk heb gestuurd om het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte te brengen van mijn deelname aan de flotilla. Geen reactie op de mails over wat er is gebeurd, ook geen reactie. En hoe heeft de Belgische staat dan gereageerd? Gaan zij iets doen? Of? Voorlopig heeft de Belgische staat heel mild gereageerd. Minister Van Akker vond het blijkbaar ook niet echt nodig om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar wat er als gebeurt op de flotilla, want hij heeft zich onthouden in de stemming in de VN Mensenrechtenraad. Dus ik vraag me inderdaad af wat de Belgische regering gaat doen. En ik mag hopen dat ze inderdaad toch ijveren voor een onafhankelijk onderzoek en B, dat ze veel belangrijker, dat ze al hun politieke druk uit hun mouw halen voor Israël om druk te zetten om de blokkade op Gaza op te geven. En wat gaan jullie zelf nog ondernemen? Gaan jullie nog terug naar Gaza? Op dit moment zijn er plannen aan het ontstaan om een nieuwe flotilla in te zetten. Ik denk, op dit moment is er heel veel publieke verontwaardiging en is er daar heel veel vruchtbare grond voor zoiets echt te kunnen ontwikkelen. En er zijn echt diverse organisaties die plannen aan het smeden zijn. Ik denk, zelfs in volgende maand, de tweede helft van juli, vertrekt er zelfs een boot vanuit een Joodse organisatie vanuit Duitsland richting Gaza. Ik denk dat dat heel spannend gaat zijn om te zien hoe Israël daarop zal reageren. Maar het zal daarmee zeker niet gedaan zijn. Vanuit Europa komen we er zeker en vanuit Turkije. En ga jij zelf nog terug? Ja, graag. Ook. Ja.